Hey jongens van Shadow Games 23, ik ben Ronald en vandaag ben ik hier samen met Jelle. Hallo mensen. Voor Dropsoe en ik hoop dat de audio een beetje goed is, want de mic staat tussen ons in. Dus het is niet dat het normaal is, maar hopelijk is het alsnog wel een beetje redelijk. Maar goed, eens even kijken, we gaan eens even weer beginnen met de Dropsoe en Jelle mag vandaag een diertje uitzoeken. Yay! En eens even kijken, de serie komt dus bijna ten einde. Best wel jammer, maar oké. Misschien ga ik hierna wel Zoo Tycoon 1 doen. Ja, dan wacht die voor mij wel lenen. Oké, maar dat is echt gewoon weer zo'n... Ja, of Rollercoaster. Ja, Rollercoaster Tycoon 3. Maar ja, dat ga je die ook wel lenen? Ja, die heb ik wel. Oh, oké. Alleen die haat ik een beetje heel erg, maar oké, dat gaat niet om. En als je één... Oh nee, bezoekers willen een toetje, niet dat gezeik weer. Geniaal. Geniaal, oké. Nou, eens even zien. Dit is de Zoo tot nu toe. Even kijken, nou, waar wil jij een verblijfje hebben? Hier of zo? Ja, dat lijkt me wel. Oké, nou, eens even kijken. Bezoekers kunnen geld op maat vinden. Fuck dat. Dan moeten ze beter kijken, hè? Ja, dan moeten ze beter kijken, jongen. Even kijken. Goed, WSD. Eens even kijken, wat voor dier wil jij hebben? Wat hebben we allemaal? Als je hier tussen iets leuks ziet, ik heb dit ding. Wat is dat dan? Maar dat was ik even geniaal. Je mag gewoon even. Wat is jouw lievelingsdier? Kavia's, maar dat zou er wel niet in zitten. Dat heb ik niet, helaas. Met elkaar. Ik heb een dino. We kunnen een dino doen. Ik heb een aantal dino's. Doe maar dino's. Kun je ook een uit... Of dodo's. Die heb ik al. Oh, die heb ik al. Oh ja, klopt. Uitgestorven. Of dat ding onder die dodo. Oh, wat? Ernstig bedreigd. Dit. Dat ding. Deodicurus. Ja, doe maar Deodicurus. Weet je doen? Ja, Deodicurus. Okay, Deodicurus. Ik wil even kijken waar we hem gaan plaatsen. Ik denk dat hier wel leuk is. Zo doen we gewoon, trekken we dit door en dan maken we iets verblijf van de Deodicurus. Trek. Ja, jongen. Even kijken, moeten we even nog goed verblijfachtig iets hebben? Wat zullen we doen? Doe gewoon een stenen muur zo en dan, ja. Ja, gewoon dwars door het verblijf van de andere heen. Ja, nou, dat maakt niet uit. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik heb trek in een koekje. Jij ook een koekje van me? Even kijken, zoiets als dit, hoe groot moet het? Dat ding. Ja, zoiets als dit, want anders wordt het een beetje te klein, hè. Want ze krijgen ook allemaal jongen, dan moet je ook allemaal op anticiperen en alles, anders krijg je daar even gezeik over. Nee, je hebt een dekje. Grie. Oeh, even kijken, goed. Wat zullen we doen? Gewoon gras en... Ik denk het. Ik weet hoe dat. Mij boeit dat deze niet echt. Ja, want gras en adem krijg je... Ja, dit zeg maar. Oh. Nou, doen we dit. Dat is wel grappig, denk ik. Hij leeft ook een beetje aan de kust, volgens mij. De kust. De Zeeuwse kust. Oké, ik geef hem één parasol, want ik ben gewoon gierig. Even kijken, dan nog wat bomen. Bomen? Lemons! Wow. Google gewoon even, jongens, gewoon even lemons googlen. Ja. Zie je zo'n kerel waar gewoon een meloen uit zijn kop als een munt komt. Of je zet een linkje. Lemons! Of is dat gewoon een linkje neer? Ja, oké, staat een linkje in de reacties, jongens, want ik ga niet in de beschrijving zitten, moet ik dan mijn wapens naar hem gaan zetten. Even kijken, steen. Stenen? Jawel. Er is iets dat kleine rots voor kreupelhout blokkeert. Wat? Kreupelhout? Lemons. Net nou. Dit is gras. Zo, ik maak gewoon even wat eten, zo. Zo. Voor de diertjes. Voor de diertjes. Even kijken, dan zit ik hier nog een trog met ja, grub. Nee, oké. Voedsel. Kratpaal. Doen we dit. Doen we zoiets. Doen we zoiets. Is dat dan? Tip het. Goed jongens, bedankt voor het kijken. Nee, oké. Tip het. Not beast. Didlidilodoclyrus. Ik ga eentje lemon noemen. Deze ga ik lemon. Lemon? Lemon. Ik weet niet hoe. Lemon, zo. Ja. Lemons. Lemons. En dat... Kijk, lemons. Lemons. Nou moet ik even nog, wat moet nog meer van het beest? Helemaal niks eigenlijk. Joh. Even kijken, nou moet ik nog even verzorgen. Ik kan voederbak niet bereiken. Wat nu weer? Kleine. Oh, nou krokodil is drachtig. Oké. Okay. Oh, nou interessant. Het wordt interessant, jong. Maar ja, de zoetie staat er best wel goed voor. Jee, ijsbeertjes. Jee. Ijsberen. We gaan even in guest mode, dan krijgen we lag. Of niet? Oké, okay, geweldig. Nou. Wow. Mijn computer ging in de vorige aflevering een beetje dood, dus ja. Even kijken, zo. Hier hebben we de Deodicurus. Oh, ik weet waar we vergeten zijn. Nou, de andere Deodicurus? Nee, planten. Oeh, ja, het is wel een handige.
euro, dus toen bleef ik kaal. 10 euro? Zo kan zo'n briefje van 10 euro. Oké, GG. GG, we gaan in guest mode. Kijk, een stuk beter. Ja, inderdaad. Jee, die kruisjes. Jee, dood. Ik vind gewoon een epische sick, jongen. Of hij is heel oud, of het is een hele oude vrouw, of hij heeft een sick. Of het is gewoon uitgestorven. Ja, sorry dat hij is uitgestorven. Wat ben jij lelijk, het is, dat, is dat Lemons? Ik weet niet of dit volgens mij is, dit Lemons. Ik zal eens kijken of dit Lemons je moet, is. Die andere moet je Will Sesso noemen. Waar? Die andere moet je Will Sesso noemen. De fuck. Will Sesso. Even kijken, goed, zullen we nog een dier doen? Ja. Oké, wat voor dier wil je nu? Dino, denk ik. Je dino's. Dino's. Dino Danger. Dino Danger Park. Oh mijn god, we hebben de T-Rex. Oh nee, die hebben we al, hè. We kunnen zo'n beest. Ja, Triceratops. Ja, wil je die doen? Die zijn geweldig. Oké, waar zullen we die doen? Hier? Ja. Oké. Het lijkt me wel een mooi plekje. Zo. Beest kan alleen met deze hacken. Maar dat boeit niet. En dat boeit onze klanten niet. Och, niet dat. Dat ik dan wat video gevlakt onder. Bloop. Iets te suggestief. Wat? Het hek! Oké, zo. Wie is dan Andrees Hak? Ha? Verzorger Andrees Hak. Andries zijn hak. Wat? Zo. Die is wel groot. Kwas. Is dat nou? Dit is poep. Schiet af. Nee, dit is Noordelijk Bosgrond. Wauw. Het lijkt op lava of zo. Nee, het lijkt op ruwe olie. Straat maar, kan bananen niet bereiken. Hoor. Ik moet nog 1 ster voor de 5 sterren. Bananas? Oh my god. Dat is nog een vishonden. Ja, dat is een piepspeeltje. Dat is een piepbeest. Kijk, dit wordt helemaal voor de Triceratops. Dat heeft hij echt wel nodig, kijk dan. Ja, dat heeft hij echt wel nodig. Ik denk is gewoon groot. Moet je kijken, mannetje. Of Downy. Downies. Zal ik je hem holen? Zal ik je ergens mogen holen? Zal ik een rivier door laten lopen? Ja, is wel cool. Jee. Zo. Dit soort bomen of wat voor bomen wil je? Die zijn wel cool. Deze ook, hè? En zo'n naaldboom. Mammoetboom. Mammoet? Mammoet. Even kijken, veel stenen, want dat houden ze van, volgens mij. Ja. Ze leven ook volgens mij in zo'n steenachtig gebied. Even kijken, wat nog meer bomen? Ja, van dit soort dingen, hè, denk ik. Oh, die kleintjes. Wat deze? Die eerste. Deze. Ja. Naaldspaar. Balsemspaar. Daar wordt een lipbalsem van gemaakt. Balsemspaar. Balsems? Kijk, zal ik nog van deze doen? Ja, wel een beetje op te vullen hier en zo, want hier is het nog niet echt. De kleine details. Ik heb er ook nog wel van deze nodig, denk ik. Vast wel. Hier kunnen we het eten allemaal doen. Zet even trog neer. Trog? Trogjes! Trog met zakken. Zakken. En nog van die dingen. Kikadebladeren. En dan zal ik hier nog even zo'n ding doen, even kijken. Amerikaanse mastodont 2 gaat jonkbaar in hier, dat wil ik zien. Mastodont? Ja, mastodont, ja. Oh, dat is een mammoet. Nee, is een mastodont. Rijden er nog wel auto's door het verblijf? Ja, ik heb safari gemaakt. Wow. Oh, dat komt die. Let op. Ik dacht dat hij dood ging. Jee, let op. Oh. Druk op spatiebalk. Dodo 3 is gestorven van ouderdom, holy fuck. Oh nee, Dodo 3. Zullen we eens kijken waar ik heen moet? Even kijken, kan ik dit openen? Ja, dat kan ik zo. GG. Eens even kijken, waar moeten we heen? Oh, hier langs. Oh mijn god, lijk. Rust, gratis, geen drie was gevoorplanten, we elkaar gepland vinden. Oké, GG. Ik heb best wel een fucking grote dierentuin, nu ik echt over nadenk. Even kijken, oké, zo. Wat heeft hij nog meer nodig? Speelgoed. Oh ja, zo'n afgereageerd beest. Ja, maak die er zo een sprooi. Echt, even kijken. Nee, die kan hier dus niet, oké. Even kijken, ik zet hier wel even een scratching post. Dan zet ik hier ook een scratching post. En een ijsberg. Hierop. Nee, geen ijsberg. Ijsbergsla. Ijsbergsla. Ah. Oké, dan moeten we even personeel gaan. Waar moet hij dan bij de rivier eruit had? Dat maakt op zich niet uit. Ik ga nu even een stukje zwemmen.
Oké, okay, nou zullen we die noemen maar eens en zo. Dan moet er even een nieuwe verzorger erbij, hè? Zal ik dit? Ja, ik doe er twee. Nou. Ik had er toch twee, of niet? Ja. Waar de fuck is die ander? Maar pas. Die is daar. Waar? Daar, boven. Naast die andere boom. Die gaat nou achter de boom. Daar. Ja. Fuck waar? Daar. Gewoon die kant naar die andere. Hij zit nou achter deze boom. Die? Ja. Verzorger! Oh, verzorger. Niet de dino! Oh. Zo, nog even. Emo-pik. Wat is dat nou? Wat is dat? Dus een kunstkarkas. Kijk, witte haai. Hey, doods. Ik zou me gewoon mooi bij de witte haaien en alles. Een graatje. Holy fuck! Er zijn er best wel veel. Moet je kijken, er zijn er veel en lekker gelijk, dus GG. Jee. Even geef je GG niet hoor. Apriljaar 2. Oké. Jee, Triceratops zijn nog lang niet klaar. Er moeten er allemaal dingen gebeuren. Jee, dood. Hallo. Tandarts. Oké. Okay. Triceratops! Zo. Ja, echt hè. Krabpaal. Hooghouden. Oh, op de face. Op je face. Op je face. Boom, jongen. Valt ze dan niet bam, op? Bam, jongen. Nee. Oké, nou moeten we nog even de saaie dingen doen. Zoals bijvoorbeeld uitkijkpalen, dat soort shit. En donatiebox, want mensen moeten doneren aan mijn gestorven dieren. Because I'm cool like that. Dus even kijken naar haar. Alles. Ja, alles, ja. Verrekijker. Midden op het pad. Nee, dus niet. Dan moet je er maar omheen lopen, hè. Zo. Nog bankjes. Kan normale hoeveelheid uitwerpselen niet bereiken. Ja, dat is dan pech voor hem, jongen. Dan krijgt hij ook minder betaald als hij zijn werk. Godverdomme. Midden op het pad. Roeispanda 3 is net volwassen geworden. Wel even die kutpanda. Kutpanda. Piepa panda. Piepa, nee niet dat, niet piepa panda. Piepa panda. Wat is piepa panda ook alweer eigenlijk? Van dat baby WNF gedoe. Hoe dat was ook zo. Moet ik even geldautomaat hier neerzetten. Hé, is trouwens volgende 3. Piepa panda club of zoiets. Geldautomaat. Piepa panda. Grievelis. Oké. Okay. Snackbar. Alles snackbar. Boom. Google allemaal, alles snackbar jongens, het is te prachtig. En de Palestijnse alarmklok. Wat? Oh ja. Die heeft Joran gemaakt hè. Nee. Oh nee. Dat is van Family Guy. Oh. Ik kijk dat nooit. Nee, ik ken dat eigenlijk via Gary's Mod. Gary's Mod? Gary's Mod. What the fuck is Gary's Mod? Eigenlijk is het alles wat je maar kunt bedenken. The fuck. Het is gewoon iets met de... Oh, wow. Ja. Gewoon. Nou, jongens, weet je wat? Ik ga het hier weer laten. We hebben er volgens mij wel genoeg dieren en alles geplaatst. Ja. Als jullie nog een leuke suggestie hebben voor een dier voor de volgende aflevering, laat het even achter in de comments. En wel, Jelle, wil jij nog wat zeggen? Tot ziens, mensen. Ja, wel, jongens. En dan zien wij jullie later. Dus ja, later, mensen.